Een verhaal uit de Bijbel vertelt er ook over. Er staat dat God alles geschapen heeft. De bloemen, de planten, de dieren, de lucht, het water en alles waar we van kunnen leven. In Veldriel bereidt pastoor Putman zich voor op het jaarlijkse dierenzegenen. Ja, nou ik zal eerst maar wat water in het wijwatersvat doen, want anders valt er weinig te zegenen. Een beetje droge zegen. En eigenlijk is dat gewoon water, leidingwater, want het is water waarvan je leeft, waarvan je dingen schoonmaakt, zuivert en ook weer letterlijk en figuurlijk opfrist. Wat staat er op het programma? De dierenzegen. Nou, dat is een heel oud gebruik bij de Franciscanen. En het zegenen van dieren, of beter gezegd, het zegenen van relaties met dieren. Van de zorg die mensen voor de dieren hebben. En de dieren die bij mensen ook iets teweeg brengen. Zorg, verantwoordelijkheid. Maar ook dat dieren ook ons weer dichter bij onszelf brengen. Een mooie stola van Franciscus met de vogels. 4 oktober is de feestdag van de heilige monnik Franciscus van Assisi. Hij geloofde dat alle wezens, inclusief dieren, schepselen van God zijn en dus respect en zorg verdienen. En dat is eigenlijk het begin, zou je kunnen zeggen, van de dierenzegen. Van de dieren die ons herinneren waartoe we geroepen zijn. Om niet een ander te worden, maar meer onszelf te worden. Ja. En ziet er, ben ik gelijk weer een dubbeltje meer waard. Ja. Dierentolk en zielencoach Carol gaat zo contact leggen met haar spirit crew. Zo hoopt ze prangende vragen van baasjes te kunnen beantwoorden. Ook voor haar ritueel is water nodig. Bij mijn altaar hier staat Aqua de Florida. Aqua de Florida is water wat reinigt. Het reinigt ook de connectie met het universum. Boven, beneden, onderwereld, waar we het eerder al over hadden. Ik gebruik deze op mijn handen en doe het op mijn slapen. En daarbij vraag ik het universum of ze mogen zorgen dat de gedachten en de signalen die ze me willen sturen, dat die helder binnen mogen komen. Dat ik vol compassie voor de medemens, voor het dier en ook vooral voor mezelf mag praten. En dat de juiste woorden mogen binnenkomen. En ondertussen kijk ik naar de dingetjes die daar staan, waaronder de prachtige missie. En die zullen me ook begeleiden in de readingen die ik nu ga doen. Dus dat is hem. Ja, wat mij helpt in deze reis is mijn spirit crew. Dat zijn de overledenen die al over zijn gegaan. Zoals Missy, die heeft zich aangesloten bij de spirit crew die ik al had. Ik was me daar heel bewust van. En zij heeft zich daarbij aangesloten. Maar ze loopt ook wel eens naar een andere crew en doet daar even mee, zeg maar. Ja. Je moet het een beetje zien als een vriendelijke groep die bij elkaar komt omdat je een bepaald doel hebt. Je wil iets voor elkaar krijgen. Ja. Vragen waar mensen zoal mee zitten. Heel vaak, hoe gaat het met het dier? Maar eigenlijk nog vaker, heb ik het goed gedaan? Is de keuze die ik heb gemaakt voor het dier, is dat het juiste keuze geweest? Want mensen hebben vaak spijt van hun keuze. Die denken dat het niet goed is geweest om een dier in te laten slapen of juist langer door te laten lopen. En daar willen ze vaak zekerheid over hebben, dat ze daar rust in kunnen vinden, dat het de goede keuze is geweest die ze hebben gemaakt. Nou, wat ik nu ga doen is, ik ga de foto's erbij pakken die mensen hebben ingestuurd. En kijken of ik daar wat bij voel bij de foto's. En als ik daar wat bij voel, dan ga ik kijken wat ik via die verschillende spirit crews door mag geven aan de vrager van de foto. Ik heb aanmeldingen nu op dit moment binnengekregen. Eentje is niet een hele oude kat. En de eigenaar van deze kat die zegt eigenlijk alleen maar, hoe is het met Peppy? Want ze wordt nog altijd heel erg gemist. Dan kan ik natuurlijk zeggen van, nou, het gaat goed. Met zielen die overgaan gaat het eigenlijk altijd wel goed. Maar bij deze merk ik dat deze kat duidelijk wil laten merken dat ze een soort van immuunziekte-achtig iets had.
Maar nu duidelijk aangeeft geen pijn meer te hebben, niet meer benauwd te zijn, zegt ze vooral. Dat ze nu heel erg vrij rondhuppelt en doet en gewoon eigenlijk wel heel erg naar de zin heeft. Dus dat ga ik terug antwoorden bij deze dame, dat de kat het ja, nu heel goed heeft, maar gewoon echt wel langzaam achteruit is gegaan in het leven. En dat wil die kat duidelijk laten merken, dat ik dat moet doorgeven, dat ze bewust is dat het heel langzaam achteruit ging. Het steeds slechter ging, het lijfje het een beetje opgaf. En dat ze blij is dat ze verlost is van de ongemakken op dat moment. Nou, de eerste dieren zijn er al. Zelfs het spinnetje is er al, zou men zeggen. Ja, het is altijd even vragen wie heeft wie nou aan het lijntje, hè? Dat is, ja. Nou, we mogen hier samen zijn in deze mooie zonovergoten dag. En dat is eigenlijk al een heel oud gebruik dat we dieren zegenen. Een verhaal uit de Bijbel vertelt er ook over. Er staat dat God alles geschapen heeft. De bloemen, de planten, de dieren, de lucht, het water en alles waar we van kunnen leven. Alles werd door God geschapen. Maar de dieren hebben altijd een bijzondere plek gehad. Want het mooie is van dieren, die herinneren ons wie we mogen zijn. Want een dier is altijd zichzelf. En wie zou als eerste dier willen laten zegenen? En hoe heet jouw hondje? Lazy. Lazy. Lizzie. Lazy. Lazy. Nee? Liefdevolle God, we danken u dat gij ons de dieren hebt gegeven als metgezel die ons gezond houden. Zodat we dan telkens ook eruit moeten of het wel of geen hondenweer is. Lazy. Lazy. Zeg je nou goed? Lazy. Lazy. Ik dank je voor de gezelligheid die je in huis brengt. En dat je het huis tot een thuis maakt. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nou, jij met je hele mooie naam die ik niet uit kan spreken. Ik zegen je, want je mag er zijn. En ik zegen je in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De volgende reactie die ik heb gekregen is van iemand die haar kat kwijt is. Waar is mijn meisje, zegt ze. Dus het is een poes. En die is al 4 weken kwijt. Ik krijg hier niet het idee bij dat die kat al overleden is. Ik heb eerder het idee dat deze kat de weg kwijt is. Maar de kat is erg in de war geweest door een botsing van een kinderfietsje of zo. Iets kleins is het geweest, een botsing. Maar daardoor is ze wel van slag geweest en behoorlijk in de war. En is ze de verkeerde kant op gelopen en wordt ze nu opgevangen door iemand anders. Ik zie nu een straat voor me met een stoepje en rechts lage tuinhekjes met wat struikjes en gezinswoningen. En daar zie ik er rechtdoor over de stoep weglopen. Dus mocht zij dat herkennen, dan zou ze in die richting kunnen gaan zoeken naar de kat. Of iemand dat heeft opgevangen, een kat. Ik hoop dat ze het adres wil delen van haar. Dan ga ik in die omgeving zoeken naar een beeld wat daarop lijkt. En dan kan ik aangeven, nou, wat mij getoond is dat ze die richting opgelopen is. En dan, ja, dan zou ze daar kunnen flyeren bijvoorbeeld. Oh, lekker. Ja, hij is veel praat. Nou, zo te horen smaakt het. Ik heb een berichtje van die dame, zie ik. Op de valreep hoopt dit paasje nog een zegen voor zijn trouwe viervoeter te halen. Ik weet niet of dat iets duwt, maar ik vind die zaak belangrijk. Toen dat zakje ook met dierenvrienden bij elkaar waren en met de honden erbij. En die vinden het schijnbaar toch belangrijk om de honden te laten zegenen. Waarschijnlijk voor een hele goede gezondheid en dat ze net zo oud worden als wij in leeftijd. Ah, kijk eens aan, les best.
Nou, en die heeft er zin in. Ja, of die voelt nog geen nattigheid. Dat zou ook nog kunnen. Die voelt nog geen nattigheid. Hoe zal het straks in de hemel dan zijn? Ja, heel druk. Ik wil ze allemaal nog hier tussen. Ja. Nou, ik heb best zo'n beeld dat als je dan de hemelpoort open doet, dat ze allemaal naar je toe komen rennen en tegen je opspringen. Ja, dan zie je mij helemaal niet meer staan. Hè? Want een en al bruine hondjes, witte hondjes, grote, kleine. Dus... Ja. Eén grote warme deken. Eén grote warme deken, ja. Prachtig. Kun je wel zeggen. Ja. Nina, dat jij je gezegend mag voelen en aan de zegen mag zijn. En dat je baasje ook altijd mag weten zelf een zegen te mogen zijn in alle soorten en maten. En dat als het eenmaal komt in het Hemels Koninkrijk, nou, dat je dan met alle andere honden en kameraden thuis mag komen. En als een heerlijke warme deken er voor elkaar mag zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En dan laat de kat eigenlijk dit stukje zien. Dus het lage eengezinswoninkje. Komt uit een rustig straatje. En daar heeft de kat gelopen. Ze zegt zelf, die dame, van ik ben heel dankbaar met dit bericht. En ik voel me gelijk een beetje gelukkiger. Want ik voelde zelf ook al gewoon dat ze nog zou moeten leven. Dus nou, ik hoop het echt voor haar dat ze de kat vindt. En als dat dan met behulp van dit is, dan is dat de kat die gewoon de signalen doorgeeft. Dus dan heeft de kat ook een feeling met haar en dan is die connectie gewoon heel groot. Dus ja, we gaan het afwachten. Helaas is van Misha nog niets vernomen. Maar baasje Patricia blijft dankzij Carol hoop houden. Volgende week laat Marieke een portret schilderen van overleden hond Joep. En gaat Mieke voor het eerst naar het hondenzwembad sinds hulphond Lucie is overleden.